Hi, Hi Zoe. Zo, Elsie. Het is een mooie dag om te zwemmen. Ja, maar het is de laatste dag van de schoolvakantie. En we willen vandaag gaan kajakken. Mm-hmm. Ah, het spijt me, Zoe. Niet vandaag. We schilderen alle kajaks. Ze moeten goed waterdicht zijn. Ah. Dat is jammer. Zal ik je eens wat vertellen, Zoe? Waarom gaan we er niet één kopen? Volgens mij heb ik er laatst een bij meneer Zoe gezien. Wauw. Weet je dat zeker, opa? Natuurlijk weet ik dat zeker. Dat wordt onze familiekajak. En dan kunnen we varen wanneer we willen. Dat is leuk. Dan mag jij ook mee, hoor, Elsie. Bedankt, Zoe. Oké, dan. Op naar meneer Zoe. Tot straks dan maar. We zijn gauw weer terug met een splinternieuwe kajak. Dag. Doeg. Oh, bedoelt u dat u geen kajaks meer heeft? Ik ben bang van wel, Zoe. Je oom Xavier heeft vanmorgen de allerlaatste gekocht. Oh, en ik had net zo'n zin in kajakken. We kunnen even goed plezier hebben op het water. Oké. Kijk maar even rond of je misschien iets anders leuk ziet. Is goed, opa. Ja, Pok. Kijk! Ik zie dat je het nieuwe waterspeelgoed hebt gevonden. Dat ruimteschip is erg populair. Meneer Zoe, mag je hier dan mee in het zwembad spelen? Daar zijn ze voor gemaakt, Zoe. Als je hem niet gebruikt, laat je hem weer leeglopen. En het is veel goedkoper dan een kajak. Nou, Zoe, wat zeg je ervan? Gaan we voor het ruimteschip? Nee! De haai! Oh ja, moet je die tanden zien? No way! Bedankt, meneer Zoe. Bedankt, opa. Ik hoop niet dat ze denken dat hij echt is. Pas op voor de haai, Pok! Wow! Gave haai, Zoe. Hoi, Zek. We gaan met mijn haai naar het strand. Heb je zin om mee te gaan? Als jij er ook één hebt, kunnen we racen. Oh, ja! Pap, mag ik dan het ruimteschip hebben, alsjeblieft? Is goed hoor, Zek. Bedankt, pap. Woes! Zek, de astronaut, vliegt door de ruimte. Nu kunnen we gaan racen. Mijn ruimteschip wint het van jou, haai. Zo, die jongens zijn voorzien. En hoe zit het met jou, Elsie? Wil jij er ook één hebben? Oh, bedankt. Maar mama heeft er al eentje gekocht. Oh, kunnen we die thuis ophalen? Natuurlijk kunnen we dat. Kom, we gaan. Ja! Yeah! Veel yes! plezier. Hoe vind je mijn haai, Zoe? De kajaks waren allemaal al uitverkocht. Erg mooi, Zoe. Jouw ruimteschip is ook mooi, Zek. En jouw vis ook, Elsie. Doen jullie wel eerst even jullie zwembandjes om, jongens? Pak er allemaal maar twee uit de mand. Oké, jullie zijn er klaar voor. Yeah! Veel plezier! Opzij! Hier komt Zek de ruimtepiraat. Wacht op mij! Een grote haai komt je pakken. Mijn vis is sneller dan jouw vis. Ik denk het niet, Zoe. Mijn ruimteschip gaat veel sneller dan die slome vis of haai. Oh. Wow, wacht even. Iedereen uit het water. De haai van Zoe is lek. Kijk, er komen allemaal luchtbellen uit. Oh, maar hij is net nieuw. Ik heb hem pas vandaag. Het komt goed, Zoe. Ik kijk of ik hem kan plakken. Terug naar het strand, jongens. Allemaal. Oké, laat maar eens even zien. Ja, zo moet het goed zijn. Je haai is straks weer helemaal de oude met die plakker. Laat maar even drogen, Zoe. Dan kijk ik intussen de andere na. Jouw vis is in orde, Elsie. Helemaal zeewaardig. Yay! Oeh! En jouw ruimteschip is ook goedgekeurd, Zek. Cool! Oké, Zoe. Eens kijken of die van jou het ook weer doet. Oh, sorry, Zoe. Hij is nog steeds lek. Zie je die luchtbellen? Dat betekent dat er nog lucht uitkomt.
Het spijt me, maar hij is nog niet veilig genoeg. Hey, Zoo, we kunnen spelen met mijn vis. Dan gaan we om de beurt. Bedankt, Elsie. Dat is erg lief van je, Elsie. Sorry, Zoo. Waarom? Je hebt hem gekocht bij mijn vader. Het is niet zijn schuld, Zack. En ook niet van jou. Hij was al stuk toen hij uit de fabriek kwam. Dat kon je vader toch niet weten? Ik weet zeker dat we hem mogen ruilen. Hoor je dat, Zack? Niks aan de hand. Kom op, we gaan spelen. Kom mee! Hier, Zoo, jouw beurt. Bedankt, Elsie. Wie het snelste vliegt, Zoo? Vissen vliegen niet, Zack. Behalve vliegende vissen. Papi, kijk, daar heb je Zoo. Hallo allemaal. Hallo. Hallo, Zinia. Wow, wat een mooie kajak heb je daar, Xavier. Meneer Zoe vertelde ons al dat jij de laatste had gekocht. Ja, Zinia, Popje moest hem hebben. Hè, Popje? Oh, Poppy, moet je zien! Ja! Strak, hè? Het is een hele snelle jongen. Ja, daar twijfel ik geen moment aan. Ik ga er nu even mee varen. Het is echt de perfecte dag om lekker op het water te zijn. Nou, veel plezier dan maar. Gaat lukken. We zien je straks. Daar gaat hij. Hou je vast, Zinia, Popje. Ja. Lekker varen op zee. Dat is leuk, hè, Zinia, Popje. Oh, zeker, papi. Te gek. Papi! Sorry, Zinia, Popje. Wil je soms liever met je vriendjes gaan spelen? Maar, papi, we zijn pas net onderweg. En je kocht hem omdat ik hem wou. En... Zit er maar niet over in, Popje. Ik red me wel. En dan kun jij spelen met Zoe en Elsie. Bedankt, papi! Oké, we varen terug naar het strand. Ja, Elsie, mag ik met jullie spelen? Ja, dat is goed. Maar ik deel mijn opblaasvis ook al met Zoe. En ik denk dat het lastig wordt met z'n drieën. Oh, oké. Okay. Ja. Zack, de ruimtepiraat, vertrekt weer naar een nieuw avontuur. Zack? Zack? Mag ik even met je ruimteschip? Zoe en Elsie doen ook samen. Oh. Is goed, Zinia. Ik ben net terug van een reis naar Mars. Dus nu mag jij wel even als je wilt. Bedankt, Zack. Hey, Zinia, kom je ook spelen? Ja, van Zack mocht het. Hey, maar als we nu toch delen, dan kunnen we racen. Een estafette. Oh, goed idee, Zoe. Ja, dat is leuk. Laten we tussen de pier en de reddingsboeien racen. Ja, en dan leg ik een paar van deze ringen neer. Elke keer dat je hier omkeert, pak je een ring. En als ik op mijn fluitje blaas, heeft het team met de meeste ringen gewonnen. Ja! Klaar, af! Hup, Elsie! Sneller! Sneller! Kom op, Zinia. Mijn ruimteschip is het allersnelste. Pak aan, Zack! Jouw beurt! Kom op, Zinia. Zet hem op, Zack! Zo te zien vermaakt de jeugd zich meer dan uitstekend. Is toch leuk? Zin om mee te gaan, opa? Ik? Ga maar. Ik hou de kinderen wel in de gaten. Hier is een reddingsvest. Bedankt, hè, Zoe. Ja. Oh. Van de vakantie. Ja! Ja.
Niet voor jou, Pok. Pok? Oh, hoi Sinia. Hallo tante Zelda. Hallo oom Xavier. We gaan naar het strand. Mami en papi gaan ook mee. Heb jij zin om met ons mee te gaan? Mam, het is Sinia. Ze zegt dat ik mee mag naar het strand. En dan gaan we het allergrootste zandkasteel van de wereld bouwen. Ja toch, papi? Dat klopt, Sinia popje. Echt leuk. Hallo, Zelda. Xavier? Zo, Sinia. Dus jij gaat naar het strand, hoor ik. Mag ik ook mee, mam? Tuurlijk mag dat. Ik weet zeker dat jullie het... Yippie! Huh? Waar is Sue nou? Hier ben ik. Helemaal klaar voor zandkastelen. En we gaan spelletjes doen. Ja toch, mami? Ja, liefje. Als ik al mijn tijdschriften uit heb. Badminton? Oh, leuk, leuk, leuk. En we gaan garnaaltjes zwangen in de zee. Oeh. En we gaan ook zwemmen in de zee. Zwemmen. Zwemmen? Helemaal vergeten. Ik moet nog even iets anders doen. Nog wat huiswerk. Oh. Huiswerk, Sue? Ja, ik moet nog een schoolopdracht afmaken. Sorry. Oh. Papi, mag ik dan vragen of Zack mee wil? Maar natuurlijk, Sinia popje. Hoera! Wij gaan naar het strand! Wij gaan naar het strand! Dag! 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 Sue? Huiswerk? Als je klaar bent, dan breng ik je naar het strand om met Sinia te spelen. Bedankt hoor, maar ik ben er nog wel even mee bezig. Ik denk dat het beter lukt met je boek andersom. Oeh, sorry Pop. Papa, heb jij iets vreemds gemerkt aan Sue? Nee hoor, hij was vrolijk als altijd. Waarom vraag je dat? Nou, hij is niet helemaal zichzelf. Hij zegt dat hij huiswerk moet maken en, nou, normaal doet hij dat graag. Ik ga wel naar hem toe om te zien of ik kan helpen. Zeg, Sue. Over dat huiswerk van jou, zo moeilijk kan het niet zijn. Laat mij maar eens zien waar je mee bezig bent. Ik heb helemaal geen huiswerk, opa. Oh, sorry, Pok. Sue, er is iets, hè? Of niet soms? Nou? Wat is er dan? Je kan het opa wel vertellen, hoor. Opa, ik kan niet zwemmen. Oh, als dat alles is. Ik kon ook niet zwemmen toen ik zo oud was als jij. Sinia vroeg of ik meeging naar het strand. En dat leek me heel leuk. Maar toen zei ze dat we gingen zwemmen. En dat kan ik niet. En dan zou ze me vast uitlachen en... Ah, dat doet ze heus niet. Maar weet je wat? Dan gaan we nu samen naar het strand. En dan ga ik jou leren zwemmen. Bedankt, opa.
Maar zij zijn er nu nog. Oh, maar dan gaan wij toch morgenochtend vroeg? Ja, bedankt, opa. Kom, opa. Ja, 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 ik kom zo vlug als ik kan. Oh. Zo, zo. Wat zijn jullie er vroeg bij vandaag, zeg? Mijn opa gaat me vandaag leren zwemmen. Huh? Zo gauw ik van deze krab bevrijd ben. Laat los! Oh, hoe gaan we dat doen, opa? Allereerst moet je wennen aan het water. Hou mijn armen maar goed vast. En til nu je voeten maar van de grond. Wat? Allebei? Rustig maar, ik heb je vast. En trap met je benen. Zo ja. Zorg dat je ze recht houdt. En trap, trap, trap. Zo ja. Goed zo, Zoe. Ga zo door. Zwemmen is een makkie. Rustig maar, Zoe. Je bent er nog lang niet, hoor. En wat nu? Gaat goed, Zoe. Ga zo door. Oké, Zoe. En nu wil ik dat je je omdraait. Oké. Leun maar naar achter. Ik sta hier. Zo, ja, nog ietsje verder. Goed, adem nu maar diep in. Dan blijf je beter drijven. Oké, en nu weer trappen. Net zoals net. Goed zo, Zoe. Ik denk dat je wel klaar bent voor de volgende stap. Oké, draai je nog één keer om en kijk me aan. En pak nu mijn handen. Zet je af van de bodem. Zo ja. Goed zo, Zoe. Gaat goed, Zoe. Ga zo door. Ja! Hallo, Zinnia. Wat leuk je te zien. Wat kunnen we voor je doen? Heeft Zoe zijn huiswerk al af? Zijn huiswerk? Dat weet ik niet. En ik kan het hem ook niet vragen, want hij is niet thuis. Hij is naar het strand met zijn opa. Oh. Het spijt me, Zinnia. Ik heb het gevoel dat er een reden is waarom Zoe niet thuis is. Ja, heb je gezien hoe zijn humeur veranderde toen Zinnia gisteren over zwemmen begon? Dat kan hij vast niet. Anders dan ons kleine Bobje. Maar natuurlijk wel. Hij is al ouder dan ik. En trouwens, hij is op het strand, dus kan ik met hem spelen. Hoera! Oh, bravo, Zoe! Het is heerlijk als je er eenmaal aan gewend bent. Kom dan. Zie je dat, schat? Mam, pap, kijk, ik zei toch dat hij kon zwemmen? Oh, goed. Heel goed, hoor. Vandaag, kinderen, gaan we met z'n allen vissen. En jullie zullen vast blij zijn dat ik, de expert, het jullie ga leren. Ja! Oom Xavier,
Weet u echt alles over vissen? Oh, ja. Zien jullie deze hengel hier? Daarmee heb ik eens een enorm grote vis gevangen. Wauw! Ik heb tante Zelda beloofd om een mooie grote vis mee te nemen. En ik kom mijn beloftes altijd na. Ik ga ook een grote vis vangen. Ik denk niet dat jou dat lukt, Sue. Dat net wat je daar hebt lijkt me niet erg geschikt. Dat is bijna prehistorisch. Wat denk jij, opa? Oh, het gaat je vast wel lukken, Sue. Ze hebben in de prehistorie tenslotte ook al vis gevangen. Dat is ook zo. Maar niet de vis die ik ga vangen. Die is pas groot. Zullen we doen wie de allergrootste vis vangt? Dan kunnen we zien wie de beste visser is. Ja, een viswedstrijd. Goed idee, Zinnia. En ik denk dat ik al weet wie er gaat winnen. Oké. Vooruit dan maar. Geregeld. Ah, er gaat niets boven de geur van verse zeelucht wanneer je jacht maakt op een jonkel van een vis. Les nummer 1. Stilte is van het grootste belang. Jullie moeten stil zijn. Als je geluid maakt, dan horen de vissen dat. En dan gaan ze er vandoor, hè? Ja. Dit geen mooi reddingsvest. Ik wil een roze. Ze maken geen roze zin, ja. Trouwens, we gaan vissen, niet dansen. Opa, mijn net is te kort. Kunnen we ergens anders staan? Oké, Sue. Dat is prima. Maar zullen we eerst nog even luisteren naar de vislessen van oom Xavier? Maar opa, ik moet vis vangen. Ik wil winnen. Waarom maken ze geen roze reddingsvesten? Zinnia, popje. Les nummer 1. Stil zijn. Oké. En dan moeten we nu dus wachten. Hoe lang moeten we nog wachten? Papi, waarom bijt de vis? Misschien is hier wel geen vis. Of misschien weten ze dat we er zijn en spelen ze gewoon verstoppertje. Oh, er is op dit moment geen vis, omdat jullie te veel herrie maken. Kom mee, opa. Dan zoeken we een betere plek om... Sst. Oeps. Sorry, oom Xavier. Les nummer 1. Stil zijn. Kom mee, Sue. Dan gaan we op zoek naar een geschikte plek voor jouw visnet. Ja. Ga je mee? Als jullie een grote vis willen zien, dan kunnen jullie beter bij mij blijven. Deze heb ik vorig jaar gevangen. Wow. Eigenlijk bedenk ik me nu dat ik dezelfde hengel ga gebruiken als waarmee ik dat monster ving. De supergrote visvanger. Sue, ik denk dat ik hier blijf. Kom mee, opa. Hup, papi, hup, papi, hup. Bedankt voor je aanmoedigingen, Zinnia, popje, maar... Sst. Ja, sorry, papi. Zachtjes. Hier is ook al geen vis, opa. Er is nog een belangrijke les over vissen, Sue. Geduld. Je moet geduld hebben en wachten tot de vissen bijten. Denk je echt dat ik van oom Xavier kan winnen en de grootste vis kan vangen? Natuurlijk kan dat, Sue. Maar heb geduld en wees stil. En met een beetje geluk win jij de wedstrijd. Daar, opa. Kijk. Wat zei ik je, Sue? Met een beetje geduld kom je heel ver. Hé, hey, kijk. Bok heeft ook iets gevonden. Misschien zijn er nog grotere vissen. We komen al, Bok. Wauw. Het zit hier vol met vis. Misschien heeft oom Xavier ook een vogeltje nodig om hem te helpen. Kijk wat ik heb gevangen, opa. Best wel groot, hè? Hoho, goed gedaan, Sue. Ga zo door en misschien vang je dan nog wel een grotere. Denk je dat oom Xavier al iets heeft gevangen? Oom Xavier? Zack, doe nou. St.
Bedankt, Zack. Zinnia, kun jij me nog even wat wormen brengen? Wormen zijn slijmerig en kronkelen en... Ik doe het wel. Wormen zijn leuk. Hé, hey, Zack, Zinnia, mag ik van jullie een emmer? Ik heb hem nodig om mijn vis in te doen. Papi, papi, Zoe heeft iets gevangen. Oh, wacht even. Ik... Kom, we gaan naar Zoe. Oké. Nu het hier wat rustiger is, heb ik vast wat meer geluk, denk ik zo. Goed gedaan, hè? Oh, ja. Goed zo, Zoe. Hoe heb je hem gevangen? Pok vond een hele goede plek daar. En ik gebruikte mijn net. Kijk zo. Mijn net is denk ik niet groot genoeg om van oom Xavier te winnen, maar... Misschien wel. Hij heeft nog geen vis gevangen. Maar straks wel. Mijn papi is heel goed in vissen. Maar nu sta ik dus nog aan kop. Ik ga proberen een nog grotere vis te vangen. Ja! Kijk, deze is nog groter. Oh, wow. Jij kan echt goed vissen. Veel beter dan goed. Hij is geweldig. Misschien moeten we de visjes nu weer laten zwemmen in de zee. Wat? Waarom? Dat is waar ze leven, in de zee. En Sue heeft gewonnen. Maar waarom ga je vissen als je daarna de vis weer teruggooit in de zee? Ik denk dat ze wel weer naar huis willen. Wat denk jij, Sue? Je hebt gelijk, Zack. We gooien ze terug. Ik snap het nog steeds niet. We hebben gevist. Het was leuk en ik won. Dus... Het belangrijkste van vissen is het vangen van vis en niet om ze in een te kleine emmer te proppen. Oh, ach, nou ja, het was toch wel eventjes leuk. Oké dan, de vis mag weer naar huis. Wacht, we laten eerst de kleine gaan. De grote laten we los als oom Xavier hem heeft gezien en ziet dat ik heb gewonnen. Opa, wil je een foto maken? Oké. Laat die vis maar goed zien. En lachen. Gelukt? Ik heb beet. Ik zei het toch al. En wie is hier nu de beste visser, hè? Hup, papi! Oh, ik dacht dat ik had gewonnen. Dit voelt als een hele grote vis. Oh, dit wordt mijn beste vangst ooit. Voorzichtig maar. En rustig aan. En... Ja. Dat is geen vis, maar een hoed. Maar dit was juist de bedoeling. Die zaken horen niet in zee. Het is toch geen vuilnisbelt. Papi vangt altijd erg veel vis. Maar zo te zien heb jij vandaag gewonnen, Sue. Oom Xavier, ik heb een vis gevangen. Kijk. Zie je? Ik zie het. Goed gedaan, Sue. Hartelijk gefeliciteerd. Volgens mij ben jij de winnaar. Jij hebt geholpen, opa. Dus jij hebt ook gewonnen. Mag de vis nu dan gauw weer terug in de zee? Dat is een goed idee. Doe maar, Zinnia. Goede reis naar huis, klein visje. En tot ziens. Dag, dag, visje. Ik vind vissen leuk. Als ik groot ben, dan word ik visser. Sue had de grootste vis. Sue had de grootste vis. Dat had je zeker, Sue. Zie je, een beetje beginnersgeluk is nooit weg. En ik weet zeker dat je nog beter wordt. Een prima vangst voor de eerste keer. Bedankt, oom Xavier. Ik ga straks aan mami vertellen hoe goed jij kan vissen. Zelda, totaal vergeten. Wat, oom Xavier? Ik denk dat ik op weg naar huis nog even bij de viswinkel langs ga. Huh? Ik heb Zelda beloofd om een grote vis mee te nemen. En ik kom mijn beloftes nu eenmaal altijd na. Op naar de viswinkel! Kunnen we hem nog plakken, opa? Ik denk het wel zo. Ik ben goed in kapotte vaasjes plakken.
Alleen, volgende keer moeten we eraan denken dat de woonkamer niet de beste plek is om te voetballen. Wat we hiervoor nodig hebben, is lijm. Maar waar heb ik die tube nou toch gelaten? Eens kijken. Nee. Zou het misschien... Ach, jongens toch. Oeh, oeh. Ach ja, daar ligt hij. Bedankt, Pok. Oeh, opa, moet je kijken wat hier ligt? Nou ja, zeg. Die heb ik al lang niet meer gezien. Wat is het, opa? Dit? Een vliegenmepper voor reuzenvliegen. Hm? Oh, echt niet. Nee, natuurlijk niet, Sue. Dit is een cricketbed. Ik denk... Geef niks, Pok. Hij doet het niet expres. Maar wat is cricket? Dat is een sport. Een van de mooiste die er bestaan. Het is wel wat ingewikkeld, maar het gaat ongeveer zo. De bowler bowlt of gooit een bal naar je die jij moet raken. Huh? Wauw, kom, we zoeken een bal. Mag ik dan met de bat? Ja, natuurlijk. Maar het lijkt me veiliger als we het buiten spelen. In de tuin. Er is pas echt veel ruimte op het strand. Het strand? Super! Ja, maar eerst moeten we dat vaasje nog plakken. Oh, dat is een goede keuze. Daar ga je geen... Hé, moet je horen. Opa zegt dat... Oh. Oh, zo. Hallo, Zinnia. Hallo. Zinnia komt hier vandaag spelen. Oh, leuk. Ja, oom Xavier en ik moeten een belangrijk evenement voorbereiden. Als reclame voor de winkel. En we dachten dat Zinnia mooi met jou kon spelen. Dag, schatje. Dag, Zelda. Dag. En wat zullen we vandaag eens gaan doen? Zoe, wat is er met die vaas? Opa en ik hebben hem geplakt. Ik wist helemaal niet dat hij stuk was. Was hij ook niet, totdat, het was een ongelukje. Maar nu gaan we naar het strand, want daar staan geen vazen. Het strand? Oh, jippie, kunnen we piraatje spelen? Dan ben ik, de stoere piratenprinses der zeven zeeën. Op jacht naar schatten en... We gaan cricket spelen. Oh, wat is cricket? Nou, je hebt een bed en een bal. Doen piraten aan cricket? Oh ja, zijn ze dol op. En hoe moet het? Huh? Oké, de slagman staat hier voor deze paaltjes. De bowler? Dat ben ik. Ja, de bowler gooit de bal en de slagman moet hem raken. En alle anderen spelen piraat. Nou, misschien daarna, maar daarvoor gaan al die anderen proberen om de weggeslagen bal te vangen. En als je hem vangt, is de slagman af. En dan komt de volgende. Maar als hij de bal een goede map geeft, gaat hij rennen. Waar naartoe? Naar dat paaltje daar. Iedere keer dat hij de overkant haalt, noemen we dat een run. En het team met de meeste runs, die wint de wedstrijd. Wie wil als eerste slaan? Ik wou piraatje spelen. Weet je, we spelen piraatje en cricket. De piraten, wij dus, tegen de volwassenen. Ja, jippie! Yes! Ja. Ik heb hem. Ja. Yes, uit.
Oh. Goed gedaan hoor, Pok. Piraat, Pok. Ja! 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 Oh. Ja! Ja! Oh. Wow. Ja, het lijkt inderdaad een echte schat. Maar hoe komt hij hier? Misschien achtergelaten door echte piraten. Oeh. En wat als ze hem komen halen? Maak je geen zorgen, ik ben er. En ik zal je wel beschermen. Ja toch, opa? Ja, natuurlijk zo. Maar wat zullen we er dan zo lang mee doen? We kunnen hem niet hier laten. Zullen we hem dan maar naar het dorpsmuseum brengen? Die hebben er verstand van. Oh, oh nee toch! De piraten! Nee hoor, volgens mij niet, Zinnia. Jij blijft hier bij oma, Pok. De schat bewaken. Volgens mij zijn dat jouw papa en mama, Zinnia. Ik weet toch zeker dat het hier was? Waar is het nu dan? Het kan toch niet verdwijnen? Zinnia, lieverd. Jij was toch... Wat doe jij nou weer hier? Piraatje spelen en krakket. Cricket. Hebben jullie hier toevallig een grote kist zien staan? Ja. Vol met bikkers en borden, messen en vorken. Ja. We zouden hier een speciale barbecue geven voor een paar van onze belangrijkste klanten. Snap je, als een soort reclame voor de winkel. Hij staat daar. Maar als we nergens van kunnen eten... Oh. Zeg je nou ja? Ja. Ja. Oh, gelukkig. Waar staat hij? Nou daar, op het cricketveld. Kom maar mee. Ik vond hem. Wat een geluk dat iemand die we kennen het heeft gevonden. Stel dat het een ander was geweest. Ja, al dat goud en zilver. Dat is geen echt goud en zilver. Gewoon mooi gemaakt plastic dat lijkt op... Oh, doe even serieus, Xavier. Goed, het feestje zou eigenlijk nog niet beginnen. Maar aangezien we al gasten hebben en borden en al het bestek... ja, kunnen we net zo goed nu al beginnen. Ja! Ja, wel! Xavier, wees eens lief en haal het eten. Kom maar, dan help ik je wel. En terwijl we wachten, spelen we nog even cricket. Ja! Cricket! Ja. Oh. Yes. 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 Hoera! Yay. Ben je blij dat we naar het strand gaan, Zoe? Ja, ik heb zo zin in het strand en een glijbaan en... En al die lekkere ijsjes. Ja! Zo te zien zal Zoe zich niet gaan vervelen op het strand.
Heb je al die spullen wel echt nodig, Bisou? Ja, mam. Want we willen de hele dag spelen. En het wordt een geweldige dag. Nou, kom op. Heeft iemand het weerbericht bekeken? Als het regent, heeft het echt geen zin om naar het strand te gaan. Vlug, terug naar binnen. Straks worden we nat. Maar ik wil niet terug naar binnen. Ik wil naar het strand. Je hebt gelijk, Pok. Ik kan niet buiten blijven. Wat moeten we nu? Laten we dan maar gewoon iets nuttigs gaan doen. Klusjes of zo. Oh, nou, ik moest toch nog stofzuigen. En de la moet ook nog gemaakt worden. Ik moet de planten water geven. Oh, de dag is nu al zo ongelooflijk spannend. Ik denk dat ik maar even ga liggen. En ik moet een wasje gaan draaien. Ga jij al je strandspullen maar opruimen, Zoe? Maar dat is niet leuk. Ik weet zeker dat we naar het strand kunnen, Pok. Dat moet mogelijk zijn. Wacht eens even. Mam, pap, ik weet hoe we toch naar het strand kunnen gaan. Maar hoe dan? Het plenst buiten. We springen in de auto en rijden en rijden en rijden tot we bij een strand komen waar het niet regent. Maar het regent veel te hard, Sue. Ik denk niet dat we dit weer kunnen ontvluchten met de auto. Wat zegt de weermeneer dan? Hij weet het. Laten we maar even naar de radio luisteren. En vandaag krijgen we regen, regen, regen. Zover het oog reikt. Sorry, mensen. Oh, het blijft de hele dag regenen. Maar als we nou er zelf droog konden blijven... We kunnen onze kaplaarzen aantrekken. Oh, nee. Ik kan niet weg met natte laarzen aan. Dat is verschrikkelijk. Wacht eens. Als we de regen negeren, houdt het misschien sneller op. Nu regent het nog harder. Je zou het boven eens moeten horen. Het is een kabaal in mijn kamer. Met oorwarmers op hoort u het niet meer. Kijk maar of het werkt. Het werkt echt. Pardon? 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 Ik zei, het werkt. Ja, maar ik kan de regen nog steeds met bakken uit de hemel zien vallen. Als we dit omdoen, kunnen we net doen of het niet regent. Het werkt. Ik kan geen regen horen of zien. Ik kan de regen niet meer horen of zien. Maar hoe weten we nu eigenlijk wanneer het weer droog is? We blijven hier gewoon staan. Ja, maar dan kunnen we ons niet bewegen. Anders lopen we ergens tegenaan. Dat klinkt ook niet leuk. Ik had zo zin om naar het strand te gaan, Pok. Ik wilde een zandkasteel maken en picknicken en ringwerpen. Misschien kunnen we dat nog steeds doen. Maar nu moeten we het binnen doen. Opa, opa. Wat dacht je van een zonnig dagje binnen aan het strand? Hier binnen? Ja,
Wil je mij helpen? Oh, wat had je in gedachten? Super, opa. En dan kunnen we nu gaan ringwerpen. Ja, dat zijn 10 punten voor mij. Hoera! Goed zo, opa. Dat zijn 20 punten voor u. Dat ziet er leuk uit. Mag ik ook een keertje? Natuurlijk, mam. Als de eetkamervloer het strand is, dan kan de woonkamervloer de zee zijn. Maar hoe kan de vloer nou op water lijken? Maar ik weet al iets. Ik ben klaar, Sue. Zo lijkt het de zee wel. We gaan surfen. Ja! Wow! Hey! Wat zijn jullie nou aan het doen? We houden een surfwedstrijd. Plons! Ik heb verloren! Ik win! Mag ik ook eens? Wow! Wow! Woe! Yay! Ik kan geen zandkasteel maken met mijn nieuwe emmer. Maar ik kan wel een meelkasteel maken. Oh, dat is de perfecte hoeveelheid voor een taart. En dan ga ik ook koekjes bakken. Ik ben trots op je, Sue. Je bent heel erg creatief vandaag. Ik wou gewoon niet dat de regen ons dagje zou verpesten. Tata! En hoe vind je hem? We kunnen niet gaan picknicken op het strand zonder kasteelvormige taart. Dat ziet er fantastisch uit. Waar of niet, jongens? Chill, man. Oeh, lekker. En de winnaar krijgt het eerste stuk taart. Haha, nou jij, knul. Iedereen vindt het hartstikke leuk, Bok. De middag is toch nog heel gaaf geworden. Hoi, Elsie. Hoi, Sue. Het is eindelijk droog. Zin om buiten te spelen? Weet je, we kunnen alsnog naar het strand gaan. En Elsie mag wel mee als ze wil. Maar ik vind het veel te leuk op ons binnenstrand. Weet je wat? Ik ook. En ik ook. En wij ook. Wij gaan nergens heen vandaag, Elsie. Maar kom gezellig binnen en speel op ons binnenstrand. We gaan picknicken, surfen en ringwerpen. Ha, dat klinkt gaaf. Neem jij dat surfboard maar, Elsie. Woehoe! We moeten vaker zo'n gezinsuitje binnenshuis doen. Gezelliger dan dit kan het niet worden, met wie dan ook of waar dan ook. Ha, yes! Goed zo. Pas op, Elsie. Wauw, moet je die golf zien? Fijn dat je wilt helpen, Sue. Zo, je kasteel is nu beschermd tegen iedere aanval, Zack. Ja. Oh, ik heb gisteren al een zandkasteel gemaakt. Vandaag ga ik iets veel leukers doen. Ik ga kajakken met mijn papi. Oh, wat
leuk. Weet ik. Nou, dag hoor. Dag hoor. Veel plezier. Ziezo. Als je niet in het water wilt vallen, is het verstandig om je te concentreren op wat je doet. Oh, sorry, Zoe. Dat was geweldig, Zoe. Ik wil later ook strandwacht worden, net als jij. Oh, dat is minder gemakkelijk dan het lijkt. Je moet er veel voor leren. Mag ik dan alvast iets leren? Ik zou het zeker heel goed kunnen. Weet je wat? Waarom help je me niet mee het strand in de gaten te houden? Ja! Bedankt, Zoe! Mama, raad eens! We hebben nu 2 strandwachten op het strand. Oh, maar waar is die andere dan, Zoe? Dat ben ik! Ik mag vandaag Zoe helpen! Zo. Dat is een hele verantwoordelijkheid, lieverd. Maar ik heb nog wel wat spullen nodig. Oh, nou, enof! Je moet er professioneel uitzien. Ja, een rode pet, verrekijker en zwemvliezen. Hier, je mag mijn verrekijker wel hebben. Er varen vandaag toch niet zoveel jachten voorbij. En je mag mijn zwemvliezen wel. Bedankt, pap. Nu hoef ik alleen nog maar een pet. Alsjeblieft, Sue. Bedankt, opa. Maar hij moet rood zijn. Mensen moeten me kunnen zien. Beter? Hey, bedankt, opa. Graag gedaan, hoor, Zoe. Oké, nu moet ik een plek vinden waar vanaf ik het hele strand kan zien. Goed zo, Pok. Goed idee. Dat lijkt me een mooie plek. Even wachten. Je moet je eerst nog insmeren, Zoe. Blijf staan. Hou je ogen open, Pok. We zijn aan het werk. Ik vraag me af hoeveel mensen we zullen redden. Oh, deze rots zit niet echt lekker, zeg. Help! Help! Dat is Elsie. Kom mee, Pok. Wat is er, Elsie? Help, Sue. Ik ben mijn haarspeld kwijt. Je haarspeld? Ja, zonder speld kan ik niet zwemmen. Kun je me even helpen met zoeken? Oké, Elsie. Waar heb je hem het laatst gezien? Volgens mij zag ik een speldje op je handdoek liggen. Oh, nee, Pok. Ik denk niet dat Zoe veel naar haarspeldjes hoeft te zoeken. Dat is hem! Dankjewel, Zoe. Heel graag gedaan. Oké, ik moet nu terug naar mijn post. Kom mee, Pok. Een golf heeft mijn kasteel stuk gemaakt. En in mijn eentje kan ik er niet nog zo een bouwen. Het komt goed, Zack. Ik help je. En deze keer maken we hem nog veel steviger. Maar je bent nu ook de strandwacht, Sue. Je moet op het strand letten. Dat kan ook terwijl ik aan het zandkasteel werk. Als iemand hulp nodig heeft, dan zie ik het. Bedankt hoor, Zoe. Zo, dit kasteel gaat niet zo snel kapot. Nee, alleen als er een hele grote vloedgolf komt. Waarom draag je die grappige pet? Oh, en waar is die verrekijker voor? Omdat ik nu strandwacht ben. Net als Zoe. Maar ik heb Zoe nog nooit een zandkasteel zien bouwen. Ben je al klaar met kajakken? Ja. Ik ga nu mijn balletoefeningen doen. Kajakken wordt zo saai na een tijdje. Oh ja?
Het lijkt mij best wel leuk. Huh? We maakten alleen maar rondjes. Als jij naar mij had geluisterd, Zinnia-popje, was dat niet nodig. Kajakken is veel meer dan een beetje rondjes paddelen, weet je. Sue, wil jij mijn kajak lenen om mensen te redden? Wat? Oh ja, bedankt, Zinnia. Heel graag. Pap, kun jij me leren kajakken? Nou, dat kan, Sue. Ik ben dol op kajakken, maar we hebben geen kajak. Jawel, hoor. Want we mogen die van Zinnia lenen. Goed zo, Sue. Je kan het. Het is makkelijk als je weet hoe het moet. Ik denk dat we er nu klaar voor zijn om de zee te verkennen. Ah, op het water is het niet zo makkelijk. Je moet gewoon rustig blijven en paddelen in een constant ritme. Weet je wat? Ik tel wel hard op. Bij 1 peddelen we rechts en bij 2 peddelen we links. Oké? Oké, pap. Ben je er klaar voor? Klaar. 1, 2, 1, 2. Goed zo, Sue. Het gaat hartstikke goed. Nu kun je iedereen helpen die op het water problemen krijgt. Maar we zijn hier helemaal alleen. Het is helemaal niet leuk om strandwacht te zijn als er niemand is. Een strandwacht moet erg veel geduld hebben. Kijk, Zoe redt nu niemand, maar hij houdt alles goed in de gaten. Je moet veel geduld hebben en blijven opletten om... Oh, kijk! Kijk daar! Mijn luchtbed! Dat is Mam! Haar luchtbed drijft zomaar weg. Snel! We gaan het redden! Oh nee, het drijft verder weg! Rustig maar, Sue. Als we samen paddelen zoals we net hebben gedaan, dan halen we hem wel in. Ben je er klaar? Klaar! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, ik heb hem! Ja, het is gelukt! Goed gedaan, Sue. Alsjeblieft, Mam. Oh, bedankt, Sue. Wat zou ik toch zonder jou moeten? Nou, tot nu toe heb ik Elsie, Zack en Mam geholpen. Maar ik heb nog steeds niemand kunnen redden. En ik wil een echte strandwacht zijn, zoals Zoe. Sue, de strandwacht komt te hulp. Misschien is opa zijn bril wel kwijt. Oh, rustig maar, Zack. Sue, de strandwacht is onderweg. Tijd voor een echte redding. Je kasteel was sterk genoeg voor de golven. Maar kijk, er zit een vis in het kasteel. Oh, we moeten hem redden. Wacht maar, klein visje. Bijna. Rustig aan, Sue. Pakken, pakken. Ja, hebbes. Dag, klein visje. Oh, goed gedaan, Sue. Goed gedaan, Sue. Ja, bravo, Sue. Heel goed. Ja, heel goed gedaan. Je hebt de vis gered en je hebt ook iedereen op het strand goed geholpen. Weet je, ik help heel graag anderen. Dat is de instelling van een strandwacht. Hier, deze heb je verdiend. Wow, een echt strandwachtersfluitje. Bedankt, Zoe. Oh. Zoals pap zei, een strandwacht moet veel geduld hebben en opletten.